het gevoel is goed. Hè. We doen nog mee voor play-off 1, dus wie had dat gedacht op 8 november. Dus het gevoel is goed. Oké, we hebben nu 2 keer na elkaar verloren. Dat is spijtig. Tegen Zulte Waregem had dat niet gehoeven. En op Club Brugge, als we die penalty krijgen, ja, dan spelen we ook gelijk. Nu, dat punt had voor ons niet veel verschil gemaakt. Maar ik denk dat het gevoel binnen de spelersgroep goed is en dat ze klaar zijn voor zondag. Oké, we hebben het niet meer in eigen hand, want de tegenstanders, als die winnen, ja, dan mogen wij nog winnen, dan lukt het niet. Maar ik heb er goede hoop op dat zowel Oostende als Anderlecht hun plicht zullen doen. En als wij dan gewoon de 3 punten thuis houden, ja, dan zijn we gekwalificeerd. Het is zondagmiddag. Ja, ik verwacht wel dat er redelijk wat volk zal op afkomen. En dat ze ons voldoende zullen steunen om toch dat ticket voor play-off 1. En vooral een goede wedstrijd te spelen natuurlijk en die wedstrijd te winnen. Maar vooral te hopen dan dat ticket van play-off 1 toch daar is.